Ja. Maris! Check wat ik heb gevonden! Ik heb Lariet gevonden! Jongen, check wat ik heb gevonden! Wat is dit? Je moet eens zien wat ik heb gevonden. Wat is dit? Nee, maar ik heb iets awesomes gevonden. Ga terug naar de base, dan toon ik het je. Oké, maar... Terug naar de base. En onze auto kan niet meer rijden omdat hij geen stroom heeft. Volgens mij zal er geluid uitkomen. Welkom terug, beste kijkers. Ik ben Albert. En dit is Maris. Hallo. Ja, hij zegt eindelijk eens hallo tegen de kijkers. En we gaan vandaag om lithium gaan. En Maris... Nee. Lariet. 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 Handige naam. Echt waar. Moeten ze nu nog echt twee namen gebruiken die op elkaar lijken? Gaan we deze kant op? Want nee, we gaan hierin. Of niet? Nee, we gaan die kant. Jij mag bepalen. We gaan deze kant op. Want deze ziet er meer... Hoe zeg je dat? Er beter uit. Er zitten meer stoffen en zo. Maris? Ja? We blijven gewoon doorgaan. Jongens, dus we gaan om dat spul natuurlijk. Want we gaan... Ik heb één aluminium. Wat is dat? Even kijken. Dit ziet er goed uit. Malachitet of zoiets. Oké, jij verzamelt de rest. Of ik doe deze wel. Ja. God damn it. We kunnen ook op de terugweg nog wat meenemen. Hè? Ja, op de terugweg kunnen we ook nog wat meenemen. Dus, ga jij een brugje bouwen? Wacht eens. Oké, dan bouwen we een wegje hier, hè. Ja. Ik bouw en jij zet. Oh nee, laat maar. Hier is geen grotbeer. Kom, we gaan terug om alles te pakken. Om dat andere goed. Dan pak ik al. Kijk. Hier. Oh ja. Daar is er ook nog iets. Ja. Pas op dat je niet valt, hè. Pas op, misschien zijn er wel giftige planten. Ik kijk wel. En dat is een lange weg naar beneden. Wacht. Maar we zetten die weggetje toch. Ik ga als eerste. Ga maar. Is dat een goed idee? Ja. Jij bent het testkonijn. Hey! Het proefkonijn. Hé, wat doe je? Nou, ik maak het weggetje gladder. Zo, kom, gaan. Elke kant gaan we op, links of rechts? Oh, dat zoeken we al zelf uit. Hoe kijk, nog meer van dat goede spul. Kom, we zamelen alles. Oeh, daar nog meer, hier, volg mij. Volg mij. Oh, cool. Pas op, die boompje valt om. Pas op dat je niet naar beneden valt, hè, want... Daar is er een reusachtig weggetje. Planten. God! Daar is het! Daar is het! Lariet! Pas op! Damn it! Plaats jij de borders? Of, hoe zeg je dat? Dat ene materiek, dat is koper. Echt waar? Ja. Oké. Dan ga ik al een beetje onderweg. Dat moeten we echt hebben. Oh, deze plek is zo voedzaam. En ik heb Lariet. Ja. Ja. Lariet. Hoeveel had hij? Ik heb er... ik heb te veel. Ik kan nog wel een beetje. Wat is dat? Oh, geen idee. Die drazine is dat. Oké, dat is awesome. Oh, hier ligt er nog één. Ja, oh, damn it. Nou.
moet even van die paaltjes weer plaatsen. Dan bouw ik hier een weggetje nog. Voordat er iemand naar beneden valt dan. Ja, dit ziet er goed uit nu. Ik heb nu 2 lariets. Ja, ik ook. En ik heb 3 van die koper. Kom, we gaan even naar boven en dan weer even weer... Ja, kom, we gaan naar boven. Deze plek is zo awesome. Ja, en moeten we de auto meenemen voor opslag of niet? Nah. Hoeft niet, we gaan te voet. Maar zorg ervoor dat je niet... Wacht, hè. Zorg ervoor dat je niet naar beneden valt, hè. Oké, gaan we beginnen met smelten? Ja. Oké. Nog eentje. Hoeveel aluminium krijgen we hiervan? Oh, hier. 2, 3. Bijna. Bijna. Er moet nog wat gezocht worden. Ik zal naar die plaats gaan waar je zo van elektriciteit krijgt. Of ja, gewoon elektriciteit. Ja, ik heb elektriciteit nodig. Stroom bedoel je? Ja. En gaan we dit spel onderzoeken? Oké, Maris, we zijn nu aan het onderzoeken. En wat is het? Het is steenkool. Misschien dit hier weg. Zo, deze led. Nee, maar kijk, het is geen zon. Er is geen zon. Dus. Kijk, jouw map glitcht ook zoveel. Nee. Jawel. Hey, het moet kunnen smelten, alleen... Ja, dit moet kunnen smolten worden. Alleen... Dan kan dat laatste stukje kan die niet. Huh? Er komt zandstorm. Kom, snel. Oh, schuilen. Hier. Doe hier. God damn it. Doe hier. Zo is het goed. Niet dieper, niet dieper. Wacht even hoor. Zo. Is dat beter? Ik maak hier nog een kamertje van. Dat er nog wat ruimte is voor ons en zo. Oké, dat gaat makkelijk. Ik kan gewoon blijven doorgaan. Oh, grot! Nee, niet doen. Doe maar dicht. Dat is echt heel vervelend. Zo. Ja, deze kant gaan we maar beter sluiten waar jij bent. Ja, zo is het goed. Ja, zie je? Overal wat. Ach, ga ik eens kijken. Nee, geen storm meer. Zeker weten. Ja, de storm is weg. Kijk. En nu gaan we alles droppen dat we eigenlijk niet nodig hebben. Filters hebben we niet nodig. Heb jij nog wat verbinding? Ja, eigenlijk. De zon wordt opgeladen. Heb jij nog wat verbinding? Hij gaat smelten. Ik heb al 1 koper of aluminium. Krijg je dat aluminium? Koper. Ja, ik heb koper. Oh, we hebben aluminium. Nee, ik heb koper. Dat is wel aluminium. We hebben nog maar 1 aluminium nodig. En kunnen we hiervan iets maken? Zal ik de wagen maken? Ja, ik maak de wagen. We krijgen een wagen. Yay. Ons tweede voertuig. Oké, en nu moet er nog... Oh, hij moet eerst opladen. Heb jij stroom? Ik heb stroom bij me een beetje. Hier kan je een boor opzetten, hè? Hier kan je... Een boor opzetten, een boor. Oh, weet je wat handig is? Kijk.
We kunnen maar daarvoor hebben we een printer voor nodig. Waar is de printer? Hier, maar die, we hebben nog één kopen nodig. Nog eentje. Voor wat wil ik dat eigenlijk hebben? Ah, voor een printer. Volgens mij heb ik koper of zoiets. Denk ik. Misschien. Maar dan moeten we nog een latarium voor hebben. En ik heb geen latarium. Heb jij latarium? Nee, maar ik heb nog wel een beetje van dat... Nee, kom, we gaan er weer naar die mijn. Oké. Ja, we gaan weer naar die mijn. Kom, ik ga er weer heen. Kom je, gaan we? Ja, ik ga er wel naartoe, hè. Ik ben voor. Nee, kom, we gaan. Oké, dit is awesome, dit. Ik ga naar de plek waar nee, dit... Nee, verkeerde kant. Ik ben de verkeerde kant. Ik wacht. Ja, ga maar verder. Ik kom eraan. Ik ga niet zonder jou, Maris. Is dat dan niet goed? Ik wacht op jou hier, hè. Ja, kom al. Oh, we hebben echt een goede grot. Vind je ook? Dammit. We gaan. Let's go. Wacht. Oké, we gaan niks verspillen. En het was deze kant op, maar dus je gaat de foute kant op. En ik heb geen boeien meer. Ik wel. Oké, je hebt er nog maar een paar. Maar ik hoop dat we hier nog verbinding vinden. Dus goed rondkijken voor verbinding. Ja, maar we hebben... Als je op shift drukt... Oh, daar is het. We hebben dat nodig. Als je op shift drukt, dan kan je sneller gaan, hè. Ja, we gaan deze kant op. Ja, ik ben op weg. Oh. Maar ja, maar dus laten we maar gewoon eens doorgaan. Hier zit er nog een heleboel. En uit dat rood komt er steenkool. Maar ja, dat nemen we wel later mee. Oh. Tot hier zijn we gegaan. Oh, daar is Lariet. Je moet niet zo roepen. Wat is daar zo'n plant? Plaats jij op boeien? Ja hoor. Ja, doe maar. Goed zo. First, pas op. Ik ben dood. Oopsie. Ja. Kom jij weer terug? Maar heb je mijn spullen gepakt? Ik heb 4 later iets. Oh, maar we hebben nog meer nodig van het koper ding. Dan ga ik terug naar de base om te droppen. En dan kom jij weer terug met wat ander spul. Hey. Check hoeveel lateriet ik op mijn backpack heb. Ja, ik ga me even mijn oude spullen ophalen, oké? God damn it, ik val! Wie heeft dat hier zelfs gedaan? Niemand. Maar er is... Ik niet. Planeet. Ja? Gaan we dat doen? Natuurlijk. Ja, of in het volgende filmpje. Dit moet ik niet zien. Ik ga kijken of wij om een shuttle te maken. Heb jij verbinding? Nee. Moet je even gaan hakken dan. Die verbinding gaan maken en zoeken. Heb jij verbinding? Want ik ga nu een 1-zitter maken, een 3-zitter. Ik ga koper maken. Een koper ga ik maken voor ons drie. Ik heb al koper. Hoeveel? Nee. Dat is van dat, weet je wel, dat gele kristal. Dat is koper. Nee. Maar wel. Is dat koper? Hebben we 2 auto's? Oh ja. Oh, van eentje maak je dus aluminium.
van de kristal was dat. Heb jij kristallen mee? Nee. Dan ga ik kristallen verzamelen. Hé, daar bovenop de berg heb je daar verbinding. Ik ga toch gaan aan op die berg. Nee, ik ben niet zo gek. Ineens ga ik het toch doen. En ik heb diamant. Ik heb een printer. Eindelijk heb je een printer. Daarmee kunnen we... Er komt een zandstorm. Nou, dan ben ik veilig ondergrond. Jij wel, ja. Alleen, waar moet ik heen? Oh ja, naar ons geheime tunneltje, daar ga ik nu heen. En ben je vergeten waar dat dan zit of weet je het nog? Nee, ik ben er. Oh, oké. Okay. Veilig. Yes, ik ben veilig. Veilig ben je? Ik ben veilig. Woe. Wauw. Maar ze is veilig. Ik was net op een nippertje. Net een nippertje. Maris, wat wij nog niet hebben ontdekt, bijna overal aan het plafond hangt daar verbinding. En die grot. Is dat niet? Nee, ik was even vergeten dat dat zo was, dus nu weet ik het maar. Ik ga geen filters maken en zo, maar ik ga boeien maken. Het kan mij niet schelen dat ik die boeien maak, man. Maar ja, ik maak toch boeien. En het duurt ook niet lang als een crafting table of zoiets. Ik zal een wegje hier naartoe bouwen. Voor de zekerheid dan. En deze neem ik mee. Huh? Ja, wat is er? Is iets gebeurd? Ja, ik weet het. Soms lekt het en soms niet. Nee, maar er is geen zuurstof meer bij alle paaltjes. Sommige paaltjes in ieder geval. Upsie. Hoe komt dat? Upsie. Heb jij het gedaan? Nee. Ik denk het. Ik denk dat ik eentje heb verbroken. Nee, maar het is echt vanaf het huis is het. Vanaf het huis alleen maar? Nee, maar kom eens kijken. Nee man, ik ben hier iets aan het bouwen. Zometeen kom ik, oké? Okay? Kom op, jij gaat met me mee. Huh, ineens heb ik geen zuurstof meer. Ja, dat had ik ook. Kijk, omdat die paaltjes het niet meer doen. Jawel, bij mij zijn ze blauw, maar ze doen het niet. Bij mij zijn ze zwart. Bij mij zijn ze wit. Oh, bij mij ook. Ik weet wat het probleem is. Wat dan? Ik heb een weggetje verbroken. Nee, maar bij mij doen ze het ook niet. Waarom zouden ze het dan bij jou wel doen? Oh yes, we hebben... Hars. Ik ben dood. Oeh. Werkt het weer? Maar dat is raar dat hij ineens niet meer werkt. Oké. Dat is echt wel raar. Ja. Maar we zullen de volgende keer herstaan door elk blokje. Ik heb titanium! Sinds wanneer heb jij titanium? Niet uit zo'n rare bouw. Uit wat? Weet je wel, zo'n rare onderzoekingsbouw. Echt waar, toon die titanium nu. Ja, hij ligt daar. Waar? Hier, kom maar. Waar? Ja. Titanium! Thanks. Hey, hij is van mij. Oké. Ga ik die force gebruiken om hem te laten zweven? Maar, Maris, de volgende keer zullen we een autootje maken. Een wagonnetje dan. Jongens, dat was het dus vandaag bij Ik Play Games natuurlijk. Ik ben hier geglitcht ondergronds, want... Zoals je kunt zien, ik zit hier niet meer in, maar dan ben ik wel ondergronds gegaan. Dus dat vind ik hier het raarste. Kijk eens aan. Awesome. Dus alle verbindingen, alle lijntjes doen het weer. Alle zuurstoflijntjes. Echt waar? Ja. Doe wat, toen zei het weer. Dus ik hoop alvast dat jullie deze video hebben geliked en ons abonneert. Geabonneerd natuurlijk. Maar, ik wil zeker en vast dat jullie deze video op jullie Facebookpagina zetten. Want als jullie Astroneer leuk vinden, zoals alle andere kijkertjes,
Dan gaan jullie dat dus ook doen. En tot de volgende keer. Ciao, ik zie je later. Oh, mijn camera was uitgevallen. Maris! Ja? Maris! Check wat ik heb gevonden! Ik heb Lariet gevonden! Jongen, check wat ik heb gevonden! Wat is dit? Je moet eens zien wat ik heb gevonden. Wat is dit? Je moet er een zetel op zetten of zoiets? Is er een zandstorm? Nee. Nee, maar ik heb iets awesomes gevonden. Ga terug naar de base, dan toon ik het je. Terug naar de base. Maar, hier is Lariet. En onze auto kan niet meer rijden omdat... Je geen zonnepanelen. Gebruik dan zonnepanelen. Ja, oké. Ja, ga jij maar zonnepanelen maken of zo.